Hallo, goedenavond allemaal. Kan iedereen mij goed horen? Is het beeld goed? Is het geluid goed? Nu we toch nog heel even aan het wachten zijn. Ga ik even gebruik maken om mijn lippen te scrubben met de lipscrub. Die mag ook eens af en toe in de kijker gezet worden. En op die manier verzorg ik mijn lippen. Dus ik breng gewoon wat lipscrub aan. Ja, even. En met mijn vinger erover om te scrubben. En dan neem ik dat eigenlijk gewoon af met een doekje. Dan zijn die losse velletjes daarvan af. Werkt ook voedend, waardoor dat de lippen mooi zacht worden. Voilà. Vanavond is eigenlijk de bedoeling dat we de dagmake-up gaan even kort doen en dat ik dan de omswitch doe naar een avondmake-up. Wanneer je weet dat je 's avonds weg moet, probeer dan 's morgens je make-up daar een beetje op af te stemmen. Dat je niet je helemaal moet demaquilleren of dat je met heel andere tinten gaat beginnen werken, dat je eigenlijk daarop kunt verder bouwen. Dus als je een goede basis hebt, kun je ook gemakkelijk daarop verder bouwen om je avondmake-up te zetten. Heel belangrijk is de primer, hè, dat je zorgt dat je make-up goed blijft zitten de hele dag en dat je daarop 's avonds gewoon kan verder werken. Dus ik start sowieso alweer met de mineral primer. Die ik aanbreng, gaat eigenlijk ervoor zorgen dat je minder product nodig hebt, dat je make-up heel mooi blijft zitten de hele dag. En die gaat ook nog eens extra verzorgend werken. Ik breng die aan met de Flat Kabuki, omdat ik dat eigenlijk een gemakkelijke borstel vind. Dus dat is de Flat Kabuki. De haartjes staan hier heel kort bij elkaar, een groot oppervlakte, waardoor jij een mooie dekking krijgt. Dan ga ik concealer aanbrengen onder het oog. Omdat ik nog graag toch een mooie dekking heb, ga ik de Liquid Foundation nummer 1 gebruiken. Dus breng wat aan op mijn hand. Ja, een hele kleine hoeveelheid, daar heb je helemaal niet veel van nodig. En die breng ik onder het oog aan. Goed verdelen. Als je graag een beetje extra dekking wil over je huid, dan kan je een vloeibare foundation aanbrengen. Ik zal dat misschien nog even laten zien. Dus voor mij, mijn huid is al is niet zo heel licht, dus ik gebruik daar de Liquid Foundation nummer 2 voor. Dus een hele kleine hoeveelheid. En hier gebruik ik dan ook weer de Flat Kabuki voor. Die geeft iets meer dekking. Wil je een iets natuurlijker resultaat, dan kan je ook voor de stippling brush gaan. Dus dat is deze. En je ziet dat de haartjes hier iets meer gespreid staan dan bij de Flat Kabuki, die voor een iets minder dekking gaat geven en ook een iets natuurlijker effect geeft. Dus goed de kaaklijn wat meenemen.
Ik ga ondertussen een beetje proberen in te spelen op de vragen. Ja, dus ik zie hier is er een verschil tussen de primer, de huile de beauté en de fixeur. Nu, de mineral primer is eigenlijk is gewoon een kleurloze gel die voor ieder huidtype ideaal is. Dat je mooi als primer kan aanbrengen. De huile de beauté gaat eigenlijk nog iets voedender werken. Het is eigenlijk een droge olie die ook wat extra éclat gaat geven. Ik heb hem hier nu niet bij mij in de buurt staan. Ja, maar daar zitten wat goudschilfertjes in die eigenlijk ervoor gaat zorgen dat je wat extra éclat geeft. De fixeur is eigenlijk een spray die je nadien als laatste stap aanbrengt om de make-up goed vast te zetten. Kan je ook op voorhand aanbrengen, maar de crème structuur gaat eigenlijk zorgen dat je make-up beter blijft aanhechten. Dus dat is een beetje het verschil tussen de drie producten. Goed, dan ga ik de poederfoundation nummer 4 gebruiken. Ik heb zo'n beetje last van wat roodheden op mijn wang en de 4 gaat dat eigenlijk wat wegnemen en wat egaliseren. Voilà. Dus voor een dagmake-up hoeft dat niet zwaar te zijn. Een dagmake-up, als we zo in de termen van de visagist spreken, dan is dat eigenlijk een hele lichte make-up, wat er heel natuurlijk uitziet. Dan ga ik eigenlijk gewoon een blush aanbrengen. Ik ga geen contouring doen nu, dat hou ik voor straks de avondmake-up. Ik heb vorige keer de koraal gebruikt, ik ga nu de rosé gebruiken. Die geeft soms wat meer contrast en zeker als je naar een avondmake-up gaat, vind ik die zeker heel erg mooi. Dus ik probeer ook in dezelfde kleuren te blijven als wanneer je naar de dag- en de avondmake-up gaat. Ik zie hier Sigrid, hij zegt dat de fondant heel snel in de borstel trekt. Breng je hem rechtstreeks aan op de borstel of breng je hem eerst op een vlak oppervlakte aan? Mira, hoe weet je welke kleur je nodig hebt van foundation? We gaan stilletjes aan terug opstarten met de workshop. Dus ik zou zeggen, hou het zeker in de gaten, zodat je kan deelnemen aan de workshops en even kan proberen welke tint dat voor jou het beste is. Concealer kan je ook aanbrengen op de oogbol, hè, om te egaliseren, maar ik gebruik daar zelfs de eye primer voor. Omdat die specifiek toch voor de ogen is. Dus ik heb de rosé blush aangebracht. Ik ga wel mijn wenkbrauwen nog een klein beetje met poeder aanzetten. Daarvoor gebruik ik de kleur taupe. En die breng ik aan met het wenkbrauwpenseeltje. Dus gewoon een kleine hoeveelheid poeder. Wanneer ik zelfs overga naar die kleurtjes voor een dagmake-up, ga ik eigenlijk, als je voor een specifieke dagmake-up gaat, ga je eigenlijk naar lichte en medium kleurtjes. Waardoor je s'avonds met een donkere kleur die kleuren wat intenser kan gaan maken. Blush op een rond gezicht breng je eigenlijk wat meer hogerop aan. Wanneer je een rond gezicht hebt en je gaat de blush hier, ga je eigenlijk die wangen accentueren, waardoor dat je zo'n beetje dat sneeuwwitje-effect krijgt. Dus we gaan daarom
de blush daarin iets hoger aanbrengen. Nu, wanneer de workshops terug opnieuw opgestart gaan worden, doen we dat met de nodige voorzorgen en hygiënische maatregelen. Hè. Dus we gaan gebruik maken van mondmaskertjes, van handschoenen. En we hebben zorgen voor ontsmetting, dat alles hygiënisch blijft. Hè. Voilà. Dus dat is zo mijn basis. Ik ga daar niet meer aan doen voor een dag make-up. Dan ga ik verder naar de ogen. Ik begin met de eye primer aan te brengen. Dus die breng ik sowieso aan dat ik eigenlijk de hele dag dat mijn make-up mooi blijft zitten op mijn ogen. En dat ik daar 's avonds niet die volledig moet afnemen. Want dan verlies ik daarvoor veel te veel tijd. Eye primer aanbrengen. En dan ga ik met de kleur beige gewoon daarover. Daar kies je voor welk penseel dat je het gemakkelijkste vindt. Dat je even alles kan meenemen. Zodat je die vloeibare structuur vastzet. En dan blijft de rest van de poeder er ook mooi aan hechten. Voor een dag make-up blijf ik eigenlijk in de lichte kleuren. Dan ga je eigenlijk de lichtste kleuren, de roze tendre, de beige, macaron, zijn lichte kleurtjes. Die combineer ik dan eigenlijk met een medium kleur. Medium kleuren bij zo'n persoon, de café, de karamel, chocola. Dat zijn zo de bronzes. Eigenlijk vind ik ook nog wel een medium kleurtje. Dat je eigenlijk wel een verschil ziet als je 's avonds naar een avond make-up gaat. Dus ik ga beginnen met de macaron. Dus voor mij ga ik als lichte kleur gebruiken. Dus die breng ik aan gewoon over mijn volledig bewegend ooglid. Om een kleur heel dekkend aan te brengen gebruik ik heel graag de flat eye. Gemakkelijk daarvoor. Dus ik dep die kleur op mijn oogbal. Dus dat is gewoon een hele lichte, naturel kleur. En dan ga ik toch om een klein beetje mijn ogen iets sprekender te maken, ga ik daar die medium kleur in de ooghoek zetten. Ik ga de kleur café gebruiken. Dat is eigenlijk een allround kleurtje. Dus die moet je zeker in je gamma hebben. Daar kun je alle kanten mee uit. Je kunt die heel licht aanbrengen over je volledig bewegend ooglid. De macaron zie ik hier. Dat is een matte roze kleur. Ja. Dan ga ik met de blender ga ik eigenlijk die medium kleur aanbrengen. Ik breng die in de arcadeboog aan. Dus ik ga die hier echt aanzetten. En ik ga een beetje gelijk een ruitenwisser op en af gaan. En dus je ziet dat ik die arcadeboog volg. Je mag daar gerust wel naar boven komen. Dat is geen probleem, omdat dat een medium kleur is. En dan ga ik een klein hoekje maken. Dat je eigenlijk zo wat diepte krijgt. En dan zegt dat toch iets meer.
Dus aan de andere kant hetzelfde. Kijk recht voor u in de spiegel. En in die arcadeboog. En je maakt weer die ruitenwisserbeweging. Ik trek mijn oog een beetje omhoog, zodat we eigenlijk in ieder, alleen dat een mooi egaal effect geeft. En naar de ooghoek toe. Dat je eigenlijk ja, een klein kommaatje maakt. Dat is de kleur café die ik als mediumkleur gebruik. En dan zie je dat gewoon heel zachtjes. Dat is de macaron gecombineerd met de café. Voilà. Wat je kan doen met een dun penseeltje is heel eventjes de mediumkleur van onder ook laten terugkomen. De volgorde, dat is eigenlijk een beetje eigen gewoonte. Ik breng meestal eerst mijn lichte kleur aan en ga daarna met de donkere kleur erover. Maar dat is een beetje wat je zelf, ja, wat zelf uw volgorde is. Daar is geen verkeerd of juist aan, dus gewoon een beetje hoe je het zelf ziet. Dan ga ik met het potloodje mijn zwart lijntje een beetje verder aanzetten. Ik probeer altijd als ik weet dat ik 's avonds mij verder moet maquilleren, dat ik 's morgens producten gebruik waar ik 's avonds nog in kan in corrigeren. Als je met een eyeliner, als je dan 's avonds moet je daar alweer zeker nieuw eyeliner over zetten, dan wordt het allemaal wat zwaarder. Dus ik begin 's morgens dan met een potloodje, waardoor dat ik dat 's avonds ja, wat intenser kan maken allemaal. Dus, maar het is een dag make-up. Dus hou het gewoon heel erg simpel. Ik ga even in een andere spiegel kijken, dat ik mijn lijntje te goed zet. Dus ook niet te dik. Ik probeer om te laten zien dat ik eigenlijk tussen de wimperhaartjes blijf. Het is gewoon van boven om het, ja, de aanzet iets intenser te maken. Dan de lash primer sowieso breng ik eerst aan, zodat de wimpers mooi verlengd worden en wat extra volume krijgen. En dan werk ik af met de mascara. Dus voor een dag make-up is het zeker, ja, hoef je helemaal niet veel werk en heb je helemaal niet veel producten nodig om er gewoon fris uit te zien. Ja, iedereen heeft zo'n beetje zijn manier om de mascara aan te brengen. Ja, ik zet die eerst aan de wortel goed aan en dan kam ik eigenlijk de uiteindes verder. Nu voor een dag make-up hou ik mijn lippen ook gewoon heel simpel. Ik hou toch wel toch van een klein beetje kleur daarin, dus ik ga de lipgloss de Cupidon gebruiken.
En dan spreid je de fixingspray erover. En dan zit je eigenlijk klaar om gewoon je dag te starten. Die fixingspray gaat zorgen dat alles heel mooi blijft zitten de hele dag. Ik ga hem nu niet opsprayen omdat ik onmiddellijk ga doorgaan voor de avondmake-up. En dus wanneer je dan 's avonds thuis komt of je pakt de make-up mee op het werk om je 's avonds klaar te maken, kan het soms wel zijn dat na de dag dat je toch wel wat dallig produceert. Ga dat niet helemaal liggen afvegen. Eigenlijk een simpele tip is dat je gewoon een tissueke neemt. En ik vind dat nog net iets beter als je, hoe dunner, hoe beter. Dus ik ga die van mij nog eens even in twee trekken, dat je eigenlijk maar één laag hebt. En die dep je dan eigenlijk gewoon over je huid, waardoor dat de talg daarin wordt opgenomen en dat je dat glimmende effect niet meer hebt. Dus een kleine tip om mensen die zeggen van, goh ja, soms heb ik dat toch wel, dat er toch wel wat extra glow op zit. Ja, dan kan je dat op die manier wel wat wegwerken. S'avonds, ik start dan eigenlijk met mijn ogen verder wat feller op te maken en ga dan verder mijn gelaat afwerken. Moest ik dan toch een beetje morsen met make-up, dan hoef ik niet alles, die lagen daar terug af te nemen. Avondmake-up ga ik eigenlijk werken met een medium kleur en een donkere kleur. Ik ga de kleur Zij gebruiken als donkere kleur. En die kleur café die ik eigenlijk in de arcadeboog heb aangebracht, die ga ik wat doortrekken over mijn volledig bewegend ooglid. Dus café pak je dan gewoon terug. En opnieuw ga ik dan die flat eye gebruiken om het allemaal wat donkerder te maken. Dus je ziet nu, het is eigenlijk heel natuurlijk. De kleuren lopen wat in elkaar over. En ik ga nu met die kleur café de ogen wat donkerder maken. En voor een avondmake-up mag het allemaal iets intenser zijn. Het licht is wat minder, is wat donkerder vaak. Waardoor dat je dat toch wel, dat je het allemaal wat intenser kan maken. Dus ook weer het bewegend ooglid in de arcadeboog. Ga niet te hoog. En dan zie je inderdaad dat het al een stukje donkerder is. Ik ga nu naar de kleur Zij gaan. Dat is eigenlijk een bruin-paarsige tint. Mijn ogen, daar zit wat. Ja, ik heb een mix van kleuren. Dus daar zit wat groen in, wat bruin, een klein beetje grijs. En tinten met paars in gaan eigenlijk voor iedere oogkleur. Die donkere kleur, die ga ik eigenlijk van in mijn ooghoek uitwerken, een beetje naar binnen toe. Als ik in mijn ooghoek start, ga ik eigenlijk een lijn respecteren. Dat is de neusvleugel naar de ooghoek. En ik blijf daar binnen met mijn donkere kleur. Ga je daar buiten werken, ga je eigenlijk je oogoptisch doen hangen. Dus als je die ene keer kent, die lijn, dan weet je wel waar je penseeltje moet zetten. En dan, ja, weet je ook tot waar je kleur kan gaan. Dus check dat wel even als je dat doet. Ik begin met de smudge brush, omdat die een kleur eigenlijk heel intens aanbrengt. De platte, korte kattentong. En dan ga ik die rosé aanzetten. Dus ik zet eerst. Je ziet dat ik dat hoekje aanzet. En dan ga ik dat naar binnen toe werken.
Ja, dat is inderdaad de kleur azijn die ik nu gebruik. Dus ook weer deppend. Hoe deppender je een kleur aanbrengt, hoe dekkender dat die gaat blijven. En dan ga ik met de blender in die arcadeboog een beetje vervagen. En dan zie je het verschil met het andere oog. Deze wordt veel intenser. Voor het lijntje onder het oog, ik zag daar straks de vraag ook even verschijnen, doe ik ook weer met de smudge brush. Dus een dun penseeltje, omdat je daar fijn mee onder het oog kan werken. Je kan ook het wenkbrauwpenseeltje gebruiken, is ook dun, hè? Dus als het maar dun is, want anders krijg je een hele dikke lijn onder het oog. En dan ga ik halverwege het oog. Mag zelfs bijna volledig gaan hoor. Want dat mag wel goed intens zijn. Wat je kan doen als je zegt, goh, het maakt voor mij toch nog iets pittiger, kan je nog altijd de zwarte, de noir, dus een los kleurtje, die kan ik daar ook nog eens overzetten. Net in het ooghoekje om nog meer intensiteit te creëren. Dus voor de durvers onder ons, zeker eens proberen. En neem die kleur ook even mee onder het oog. En even uitblenden in die arcadeboog. Daar mogen we een klein beetje hoger mee gaan. Zolang je uw lijn respecteert, blijft dat eigenlijk allemaal oké. Dan ga ik aan de andere kant hetzelfde doen. Ik start met de raisin. Dus weer in de ooghoek. Ik trek een lijn eigenlijk in het verlengde van mijn onderste waterlijn. En ik werk die wel naar binnen uit. Hoe ver je wil gaan, dat kies je, hè. Je kan tot halverwege het oog gaan als je dat zelf heel erg mooi vindt, hè. Ja, Stefanie, ik ben zelf een hele grote penseelenfan, omdat je met ieder penseel eigenlijk toch nog een net iets ander effect krijgt. En vandaar wissel ik graag eens af met penseelen en vind ik Le Petit een hele fijne aanvulling. Je hebt er ook de platte concealerborstel vind ik eigenlijk ook heel fijn om te gebruiken, omdat je daar veel preciezer mee kan werken dan met de ronde. Dus ik werk die wat uit, de raisin. Mandy, blijven proberen twee kleuren te combineren. Het is gewoon een kwestie van blenden. Neem niet te veel product om te beginnen. Maar zolang je blijft proberen. Voilà. En dan ga ik opnieuw die zwarte kleur in de ooghoek ook nog even bijzetten. Om het toch allemaal nog net iets intenser te maken. Kim, wat bedoel je juist met hoe moet je de lijn hanteren? De lijn
Voor de donkere oogschaduw hou je eigenlijk neusvleugel buitenste ooghoek. En daarbinnen blijf je met de donkere kleur. Met de blender. En het is inderdaad, het is gewoon een kwestie van oefenen. Eens kijken dat ik gelijk zit. Je hebt nooit weer dezelfde ogen, hè? Dus ja, overal moet je soms een klein beetje smokkelen om aan twee ogen hetzelfde te krijgen. Ik heb vanmorgen met een potloodje gewerkt. Nu voor de avondmake-up ga ik dan eigenlijk de eyeliner aanzetten. Omdat ik toch, ja, het mag allemaal goed intens zijn. Dus ik ga proberen voor de gsm te doen. Niet zo heel gemakkelijk. Als je de eyeliner aanbrengt, hè, zorg dat je steun hebt. Zeker als je niet gewoon bent om de eyeliner te zetten. Het is een heel fijn, dun stiftje, maar toch ook wel wat flexibel. Dus ja, als je geen vaste hand hebt, is dat soms toch niet makkelijk, omdat, allez, dan gaat dat toch soms alle kanten uit. Dus zorg dat je met je elleboog kunt steunen. En ik vind het eigenlijk makkelijk om punt en dan eigenlijk de rest gewoon tegen het oog te duwen. En om die zo, ja, aan te brengen. Dus ga niet recht liggen tekenen, want dan heb je soms niet altijd controle. Als je die wat schuin houdt en met het oog mee, vind ik dat, ja, werkt dat voor mij iets makkelijker. Ik zet hem van voor dunner aan en ik ga eigenlijk naar het einde toe iets breder. Omdat je eigenlijk een mooie amandelvorm wilt creëren met je oog. Dus hier hetzelfde. Zet de dunne punt eerst en dan ga je naar achter. Want als je met je eyeliner uitschuift, ja, dan wordt het moeilijk om te retoucheren. Dus ik zit hier ook wel breder. Nu, omdat je met een donkere oogmake-up zit, kan je ook wel breder gaan en met je eyeliner. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is een beetje zoeken, ja, wat voor u het makkelijkste is om mee te werken. Wat je kan doen, is met het zwart potloodje van onder nog wat op de waterlijn aanbrengen. Om echt heel intens. Maar dat doe ik echt in het hoekje. En dan heb je eigenlijk, ja, mooie intense kleur op je ogen. Wanneer je zegt van, goh, het mag toch een klein beetje, ik heb nu de matte kleuren gebruikt. Wanneer je toch naar wat meer glans wil, kan je inderdaad met La Palette 2.0, daar zitten kleurtjes in die toch iets meer glans geven. Nu, het is minerale make-up. Hoe meer je blendt met de kleuren, hoe matter dat ze ook worden. Dus ja, schrik daar zeker niet van. Als je zegt van, dit is mij allemaal veel te glanzend. Het zijn eigenlijk ook hele mooie neutrale kleurtjes. Om maar even, als ik nu ben nu toch bezig. Bijvoorbeeld de Sienna. Dat is zo een groenige kleur. Ik zal die hier eens even aanvullen in mijn
Arcadeboog. Dat is niet dat dat heel erg glanzend is, hè. Maar wat ik eigenlijk daar juist wilde zeggen, wil je toch wat glans, ga je eigenlijk gewoon met je vingertop de kleur opnemen. Ik ga nu de Mulberry nemen en ik dab die even op het oog. En dan geeft die eigenlijk heel veel glans af. En dan krijg je toch een klein beetje meer een glow op het oog. Voilà, mijn ogen. Ik ga mijn mascara doe ik pas als laatste. Dus ik ga nu even de rest van mijn gezicht een beetje opmaken. Ga onder het oog even met de kabuki. Moesten er toch wat poederdeeltjes naar onder zijn gekomen. Wat je altijd kan doen 's avonds. Sowieso onder het oog even bijwerken. Dus ik ga daar even terug de Liquid Foundation 1.0. Lisbeth, concealer of foundation onder de ogen. Als je een lichte, als je geen zware dekking wil, dan ga je naar de liquid concealers. Wil je dat je echt een goede dekking hebt, dan zou ik opteren voor de foundation. Dus ga hier heel mooi, hier kun je die lijn ook wat afwerken. Wat je kan doen is met de poeder concealer of een heel licht poeder, de een of de twee, dat je eigenlijk onder het oog ook even fixeert. Zo doe je ook gewoon met de concealerborstel. En dan ga ik terug mijn foundation. Ik ga er gewoon even terug over. Ik pak gewoon aan mijn 4.0. Ik ga daar gewoon even terug volledig over het gelaat mee. Het is zeker niet nodig om terug een liquid foundation aan te brengen. Je hebt die 's morgens aangebracht. Als je die met de primer hebt aangebracht, dan zit die er zeker nog op 's avonds. Ga er gewoon met de foundation gewoon eens over. Zorg dat alles mooi in elkaar overloopt. 'S avonds ga ik die contouring wel doen, omdat het toch wel allemaal toch iets feller mag. Nu, het zijn allemaal dingen optioneel, hè. Als je zegt, oh, voor mij hoeft dat niet, ja, dan slaat je die stap over, hè. Dus ik gebruik voor de contouren Le Soleil voor de brunettes. Dus onder het jukbeen zet ik die donkere lijn. Dus daar ga je eigenlijk diepte creëren. Heb je van jezelf een heel smal gezicht, ga dan zeker niet te fel naar voren. Want alles wat je donker maakt, ga je eigenlijk naar achter brengen. En als je al een heel fijn en smal gezichtje hebt, dan ga je dat nog smaller doen lijken. En dan ga je eigenlijk langs de haarlijn omhoog. En langs de kaaklijn naar onder. Ik gebruik hiervoor de blush, de blushborstel.
Eigenlijk een 3. Ook langs die kaaklijn weer af. Je kan ook het contourpaletje daarvoor gebruiken. Dat is een iets zachter bruin. En daar heb je de combinatie van de highlighter, de zachte contouring en de roze kleur voor als blush aan te brengen. Ik ga de losse rosé terug opnieuw aanbrengen. Wat je kan doen is de blush even hier laten terugkomen. Dat je daar toch een mooi geheel in vormt. Het beeld. Is het beeld terug beter ondertussen? Dan ga ik eindigen met, allez, ik heb mijn blush aangebracht, dan ga ik de highlighter aanbrengen. Ik ga hier wel de highlighter uit het contourpaletje gebruiken. Dus ik gebruik daar de fanbrush voor. En die breng ik eigenlijk aan net boven de blush. Kan die ook eventueel over de neusbrug, onder de wenkbrauw. Zodat je eigenlijk een mooie glow hebt. Voilà. Dan ga ik nog even terug mascara aanbrengen. Het voordeel van de mascara van Sol Pour Sol is dat die eigenlijk ja, de wimpers heel goed verzorgt en dat je eigenlijk die wimpers ook niet gaan uitdrogen. Dus ja, je kan daar eigenlijk ja, die worden niet hard. Dus je kan daar eigenlijk gewoon terug overgaan met je mascara. Bij sommige mascara's worden je wimpers heel hard en ja, kun je daar niet meer overheen gaan. Terwijl met deze van Sol Pour Sol, die blijven eigenlijk heel mooi soepel. En kan je daar toch nog een extra laagje over aanbrengen om ze toch net iets meer te laten spreken. Dus je ziet, ja, ik zet even in de aanzet, zet ik hem. Duw ik hem goed in en dan ga ik eigenlijk kammen naar de uiteindes. Je kunt eigenlijk laagjes blijven leggen met de mascara. Dus je gaat zo zwaar je zelf wil. Van onder ga ik gewoon een heel klein tikje geven, omdat bij mij heel snel dat ik zo dat. Ja, die spinnenpootjes dat effect heb. Ik heb van die dunne wimpertjes van onder die ver uit elkaar staan. En als ik die iets te fel aanzet, ja, dan lijken dat spinnenpootjes.
Als je iets te laag werk je dan gewoon weg met een wattenstaafje. Voilà. Vanmorgen heb ik de lipgloss aangebracht, dus 's avonds mag het ook iets feller of toch iets dekkender. En ik ga de rosé d'or gebruiken. Ik ga geen heel felle lippenstift kleur gebruiken, omdat mijn ogen wat feller aangezet zijn. Dus ik ga de rosé d'or gebruiken. Die geeft wat kleur. Zonder dat, zonder dat je, allez, dat het te opvallend is. Voilà. Ja, en dan als laatste ga je nog eens met de fixeur erover. Dus gewoon op armlengte. Sprei zeker niet van te kort bij, want dan ga je gezicht heel nat maken. En dan ga je eigenlijk zo op die manier van een dagmake-up naar een avondmake-up. Je gaat er eigenlijk, ja, je steekt er zoveel tijd in als dat je zelf wil. Hè. Ik heb nu alle stappen uitgelegd. Dus ja, kijk maar gewoon welke dingen dat je kan gebruiken. Dus als ik mijn ogen sluit, dan zie je de overloop van de kleurtjes. Wil je het niet zo zwaar, ja, dan hou je de kleuren wat lichter. Hè. Dus voor alle mama's die een cadeaubon gekregen hebben van 100%, die weten ondertussen toch wel wat meer voor wat productjes aan te schaffen. Ik zag daar straks verschijnen in verband met de mondmaskers dat het inderdaad voor de workshops niet zo heel evident is. Nu, we gaan daar een beetje in kijken. Hè. We gaan zorgen dat we ja, die afstand die gaan we niet kunnen bewaren. Maar als we maquilleren op iemand. Maar gelijk bij de demos kunnen we het voordoen als de klant het wenst. Dan doen we zelf een mondmasker op. Hè? Waardoor dat we ja, toch op die manier ja, een beetje rekening kunnen houden met hygiëne. En we werken altijd met handschoenen. Morgen gaat er een tutorial plaatsvinden met make-up die heel erg gefocust is op de ogen. Omdat we daarin de mondmaskers, alleen de make-up gecombineerd met een mondmasker gaan gebruiken. Ja, dus Vicky gaat ons morgenavond daarin entertainen. Goed, ik weet niet of er nog vragen zijn. En anders ga ik afsluiten. Ah, woensdag, voilà. Ik was al niet meer mee met de planning. Dus, maar die zit er inderdaad aan te komen in de tutorial voor de mondmaskers. Dus blijf zeker kijken. En dan zien we elkaar tot een volgende keer. Groetjes, dag!